gezien hoe lenig ik ben. Maar eerst naar Groesbeek. Daar draaiden de spelers van het eerste elftal zich tijdens hun training in de winterstop warm voor het jaarlijkse vrijwilligersfeest. Vanavond gaat het hele team in de bediening. Zo tonen ze hun dankbaarheid aan alle vrijwilligers die het hele jaar voor hen klaarstaan. In de kantine worden de laatste voorbereidingen getroffen. Het feest kan beginnen. Vanavond een ander baantje. Nou, vanavond staat op de planning dat we gaan bedienen volgens mij. Ja, dat hoort er natuurlijk bij. Hier bij de treffers zijn ze daar zeer actief in. Dat soms zo'n avondje in het teken staat van de vrijwilliger. En dat is alleen maar goed. Ben je een beetje thuis in de bediening? Nou, niet echt. Nee, mijn vriendin doet toevallig wel. Die is daar wel in thuis. Maar ik ben er niet zo handig mee. Kun je kiezen of je dit doet? Zoals vanavond is het wel verplicht, dus het hele team is tot een bepaalde tijd aanwezig. Maar minimaal 2 keer per jaar moet je wel bij zo'n activiteit aanwezig zijn. Ja, het is gezellig. Volgens mij hebben sommige jongens wel aanleg voor, zie ik. Ik heb Jordi van der Kracht nog nooit zo hard zien lopen. Dus, die vindt dat toch wel... Die is helemaal op zijn plekje, laat ik het zo zeggen. En terwijl de avond vordert, gaan de voetjes van de feestvierende vrijwilligers van de vloer. Om alle dorstigen van een drankje te voorzien, lopen sommige spelers zich de benen uit het lijf. En Koen blijkt de perfecte gastheer. En hoe gaat hij met jou? Nou, op dit moment even wat minder. Nou, even een blessure. Kun je nu wel hardlopen om veel drankjes te brengen? Dat is eigenlijk niet zo bevorderlijk voor de blessure eigenlijk. Want ik heb vooral bij lopen wel veel last. Dus ik moet wel een beetje rustig aan vanhouden. En dan is het grote moment aangebroken. De vrijwilliger van het jaar wordt bekendgemaakt. Ik wil graag naar voren roepen Peter van der Brink. Met Ella. Ik wist er nergens van. Mijn echtgenote blijkbaar wel, maar die hield het keurig geheim. Dus het was een hele grote verrassing. Ja. Dus vanavond de uitreiking, maar ook een keertje genieten van dat de jongens jullie moeten bedienen. Dat is ook altijd leuk, dat de spelers van het eerste elftal ons bedienen. Wij staan altijd te kijken naar die jongens op zondagmiddag of op zaterdagavond. En dan is het wel leuk dat ze ook een keer iets terug kunnen doen. En volgens mij vinden die jongens zelf ook leuk. Ja.